Deze video is voor de mensen die niet aanwezig konden zijn op onze introductiedagen. Uh, ik ben Laurens Stak en ik ga jullie wat uitleg geven over agromanager en hoe de overgang naar rechtproder gaat uitzien. Als eerste, de belangrijkste vraag, wie zijn wij? Ik ben de persoon links, ik ben Laurens Stak. En samen met de tweede persoon, Brent de Boeij, hebben we agromanager opgericht. Agromanager is een pakket dat de fruitteler in staat stelt om zijn registratie in zijn fruitteelbedrijf te, te automatiseren en te vereenvoudigen. Agromanager is ontstaan, wij zijn, uh, hoe is dat ontstaan? Wij zijn, of ik meer bepaald, ben samen met mijn ouders, ik ben fruitteler, mijn ouders zijn ook fruittelers, en uh, op een dag ja, werd de vraag gesteld van kijk, ga ik de zaak overnemen? Ja, nee. Ik heb geen fruitteelt gestudeerd, ik heb automatisatie gestudeerd, want mijn vader ging ervan uit dat je fruitteelt best, ja, dat komt je even goed thuis leren en dan komt je uh, eventueel twee vaardigheden meenemen. Dus ik heb, ben afgestudeerd als elektromechanica, ay, of elektromechanicus bij wijze van spreken, en, uh, en met de optie automatisatie. Dus met die achtergrond kwam ik bij ons thuis op het fruitbedrijf en ik vond dat er eigenlijk al best veel dingen geautomatiseerd waren. We rijden allemaal bij wijze van spreken met een spuit combinatie of drie rijen spuiten, gewoon voor de tijdsbesparing. Maar op vlak van administratie was bij ons en op vele andere fruitbedrijven eigenlijk nog niet zo goed. Wij registreerden alles nog pen, pen en papier en het moest drie, vier keer dezelfde handelingen uh, vastgelegd worden. Wij leveren ons fruit in Nederland, en in Nederland stonden ze in der tijd al veel verder qua tracering dan in België. Dus vanuit die basis dachten we van kijk, hier moet iets anders, wij moeten onze klanten voldoen aan de vraag van wat dan zij willen, en daarom vanuit dat aspect zijn wij eigenlijk gestart van kijk, goed, tracering is nodig, het is dus heel veel werk, maar als we nu gaan automatiseren en Swinst of tegelijkertijd ons administratie automatiseren, dan gaan we heel wat werk besparen. Mijn collega Brent de Boei, dat is mijn medeoprichter, die is samen met mij gestart met het ontwikkelen van Agromanager. Wij hebben dat gedaan vanaf ons 18 jaar. Wij waren op zoek naar een ander pakket, we hebben dat niet gevonden, dus daarmee hebben we samen hebben beslist: van kijk, goed, we gaan het maken. Elk jaar leerde Brent in de hogeschool een andere taal, dus elk jaar veranderde eigenlijk Agromanager in zijn huidige vorm naar een nieuwe vorm. Nu, omdat we sinds 2018 zijn we een agro-manager gaan beginnen verkopen. En uh, ja, dat ging vrij goed. Dat liep eigenlijk vrij direct. Heel veel klanten kwamen erbij. Of toch meer als dat we hadden gehoopt. Dus daarom zijn we al heel tevreden. En uh, Femke is daarom ons komen versterken. Femken doet de support. En die, ja, van een team van twee zijn we nu eigenlijk naar een team van drie gegaan. En het zal niet lang meer duren. Ik denk een paar maanden nog maximum. Of we hebben ook onze vierde persoon aangenomen. En dat zal een ontwikkelaar zijn. Want. Ik weet niet of dat jullie bekend zijn met het... Uh, je hebt verschillende pakketten eigenlijk. Je hebt bijvoorbeeld voor uh, spuitschrift, hebt crop vision. En voor uh, sortering heb je ProSort en ook fruitvoorraad.nl. En beide systemen zijn wel goed. Dus je, of alle systemen zijn eigenlijk goed in hun aspect. Maar het belangrijkste is dat je snel kunt schakelen. Dat je snel vragen van klanten kunt omzetten in praktische rapportages of in oplossingen. En dat we merkten van hoe meer klanten dat we kregen, hoe moeilijker dat het was... Om het uh, vol te blijven houden. Daarmee hadden we beslist van: kijk, goed, als we een tweede programmeur bijnemen, dan zijn we altijd zeker, moest een van de twee wegvallen, dat we toch nog altijd zekerheid hebben. En met die tweede programmeur gaan we ook veel sneller kunnen schakelen. Dus daarmee, binnenkort zijn we met vier mensen binnen de agromanager. Wat doen we dus? Gelijk dat ik zeg, we zijn op zoek gegaan naar een flexibel pakket, niet gevonden als fruitteler. Dus daarmee, daarom hebben we een agromanager opgericht. Wat is belangrijk voor ons? Dat is service op maat. Elke teler is uniek. Maar eigenlijk zijn alle systemen gelijk. Dus we moeten je voorstellen: elke fruitdeler is uniek, maar elk systeem of elk probleem dat die fruitdeler heeft is gelijk. Dus wij proberen aan de hand van agromanager dat modulair is opgebouwd, elk probleem aan te kaarten. Zegt gij van: Kijk, ik heb een probleem, ik moet een spuitschrift invullen, dan bieden wij de modules teelt, te spuitschrift oogst aan. Met die modules kunt gij heel uw spuitschrift, uw oogst registreren, uw teelt bijhouden. Als gij. Zegt van, kijk, ik wil ook koeling gaan bijhouden, geen probleem, dat is ook mogelijk in AgroManager. Zeg jij van, oké, okay, ik wil sortering gaan bijhouden, ook dat kan binnen AgroManager. Dus je ziet, volgens de vraag van uw bedrijf kunnen wij eigenlijk ons systeem aanpassen. Grotendeel blijft gelijk, maar alle dingen zijn aanpasbaar qua functionaliteiten en ook qua sterkte. Wat bedoel ik qua sterkte? Als je een klein bedrijf hebt of een groot bedrijf hebt, dat vraagt heel wat andere datacapaciteit. Ook daarbij zijn we perfect schaalbaar per bedrijf. Het is eenvoudige software. Waarom Agromanager is opgericht vanuit het aspect van een fruitteler en niet vanuit een IT'er. Het is niet slecht dat een IT'er een systeem zal maken. Dat hoorde mij men niet vertellen. Maar het feit is: wij hebben toch nog altijd praktische kennis. Wij als fruittelers, wij begrijpen elkaar en we kennen eigenlijk het probleem. Het is niet een IT'er zal bijvoorbeeld zeggen van: kijk, we maken hier een invulformulier en dat werkt. Dat klopt. Dat gaat ook werken. Maar dat is niet wat we zoeken. We zoeken eigenlijk een systeem dat geen administratieve last aanbrengt. Dus we registreren terwijl we bezig zijn. En daar vereist toch wel wat praktische kennis. Met de agromanager kennen we die kennis, want we zijn ons agromanager is gevestigd op ons fruitteelbedrijf. Dus onze IT-ers en onze medewerkers kijken bij wijze van spreken door het ene raam en ze zien de perenbomen en het andere raam en ze zien de sorteermachine. Dus die praktische ervaring is echt belangrijk en daardoor maken wij naar een ons idee: eenvoudige software. Als laatste stap is Agromanager online. Andere pakketten zijn meestal een programma op de computer, maar de vraag is: gaan we dat doen? We hebben ervoor gekozen om online te gaan, omdat online eigenlijk heel wat problemen dat een computer heeft oplost. Als we het hebben over welke problemen dan ze oplossen, is het dus altijd en overal beschikbaar. Terwijl de computer op één versie is op uw pc, is online toegankelijk op alle verschillende systemen op internet. Je bent dus niet beperkt tot van, oei, ik heb niet de juiste computer, of oei, ik wil het op mijn gsm zien, wat nu? Binnen AgroManager, omdat we online zijn, zijn we overal toegankelijk. Het tweede puntje is dat we systeemonafhankelijk zijn. Wat willen we daarmee zeggen? Windows, Mac, Android, iOS... Op elk besturingssysteem, elk apparaat, even het internet, dan kun je Agromanager gebruiken. Belangrijk is ook automatische backups. Want als je op je computer werkt en je hebt een, 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 uh, je computer crasht of je hebt een probleem, dan kunnen we daar niks aan veranderen. Je computer crasht. Het programma mag nog zo goed zijn. Je bent je gegevens kwijt. Online kunnen wij, en dat doen wij ook, nemen wij continu backups om te zorgen dat de data veilig blijft. Het tweede punt is veiligheid. Je ziet links. Bedrijfsnaam.agromanager.tu. Dat is de domeinnaam waarop dat u een agromanager beschikbaar gaat zijn. Dus bijvoorbeeld, als jij zegt van kijk, mijn bedrijf noemt bijvoorbeeld Apple. Dan is het eenvoudig. Dan neemt je Apple.agromanager.tu. Dat is uw bedrijfsnaam en dat is uw omgeving. Die omgeving die is van u. Je moet je voorstellen op een Facebook. Heb je Facebook.com? En iedereen dat zich inlogt op Facebook.com zijn gebruikers van Facebook.com. Doordat we bedrijfsnaam.agromanager.eu doen, is eigenlijk, zijt gij geen gebruiker meer van Agromanager, maar zijt gij baas over uw eigen omgeving? Wij geven u de tools om uw data gemakkelijk vast te leggen, maar gij zijt zelf baas over uw data. Als steler beslist je naar waar je de data doorstuurt, met wie je de data deelt en welke gebruikers dat je toevoegt. Wat kunt je doen met die gebruikers? Agromanager is meer dan alleen maar het spuitschrift. Agromanager is ook sortering, ook koeling, ook tijdsregistratie en facturatie. Dus wilt je die verschillende aspecten in je Agromanager vastleggen en wilt je ervoor zorgen dat bepaalde gebruikers geen toegang hebben tot bepaalde onderdelen. Bijvoorbeeld de man achter de sortering heeft die nood tot. Facturatie, ik denk het niet. En dat kun je met gebruikers oplossen. Ook daar zet je weer basis over. Het is modulair opgebouwd, zoals ik al net in de vorige slide zei. En we zitten ook met flexibele capaciteit. Dus we kunnen per agromanager beslissen wat de snelheid is. En we kunnen ook weer de snelheid over geheel Agromanager laten variëren. Door er meer computers als het ware bij te schakelen. In de plug gaan we dan ook het aantal computers opschakelen naar 5, 6, 7 PC's of 5, 6, 7 servers om de snelheid te garanderen. Vind je dat er traag is, meld het ons, dan kunnen wij hier ook iets aan doen. Want wij proberen wel alle data inzichtelijk te krijgen. Wat bedoel ik ermee? Dat is gebruikersdata van wat is de snelheid van iedere gebruiker of hoe lang duurt een request. Maar soms kan het ook daar bij ons fout lopen. En daarmee, de beste ervaring is nog altijd de ervaring die jij als gebruiker hebt. Vind je dat er iets niet goed is, laat het ons weten. Agromanager is niet perfect, maar onze kracht zit hem eigenlijk in de support. De support is naar ons idee heel goed en ook naar het idee van onze klanten. Dus je hebt gevraagd, belt ons en dan gaan wij u helpen. Wij kunnen alles oplossen. Wat is nu eigenlijk agromanager? Agromanager is, zoals ik zei, meer dan alleen maar een spuitschrift. Agromanager is teelt, spuitschrift en oogst. Teelt, spuitschrift en oogst, dat zijn eigenlijk de modules die je nodig hebt om rechtboven van vroeger opnieuw te kunnen. Naboodsen. Dit is eigenlijk ook de minimale pakketten dat je nodig hebt om je spuitschrift in orde te houden. Bij het spuitschrift zit ook automatisch Weerstation. Waarom? Aan de hand van het Weerstation gaan wij ook weer uw Weersdata gaan proberen loggen. Bij GlobalGap is het nodig om bij je spuitschrift de Weersdata vast te leggen. Als wij nu een online Weerstation koppelen aan uw agromanager, is dat al volledig geautomatiseerd. Dus dat maakt het ook weer gemakkelijk om als gebruiker uh, minder te moeten gaan doen. Want ik ben goed, hey, laten we zeggen, ik ben een goede fruitdeler, maar ik heb in één ding geen zin. En dat is administratie. De administratie, daar hou ik niet zo van. En die proberen we dan ook zoveel mogelijk uh, te automatiseren of te vereenvoudigen. Vandaar het weerstation. Maar het houdt bij agromanager niet op. Bij oogst, na oogst, gaan we nog verder. Dus... Als je geplukt hebt, wordt op elke voorraadkist een etiket gekleefd. Die etiketten die kunnen we aan de hand van scanners gaan plaatsen in koelcellen. Dan kunnen we de bewaarcondities gaan monitoren, de kwaliteit gaan monitoren, om zo uiteindelijk het te gaan sorteren. Al ongesorteerd fruit met een barcode wordt ingelezen in de sorteermodule. Van daaruit gaan we dus ook weer fruit gaan registreren. Geregistreerde fruit komt in voorraad, kan ook weer op zijn beurt in de koeling geplaatst worden, kan ook weer de kwaliteit van ge 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 beoordeeld worden. En dat fruit, dat zowel gesorteerd als ongesorteerd fruit, kunnen we op leveringsbonden steken. Leveringsbonden kunnen vervolgens gefactureerd worden en heel alles eigenlijk van alle gegevens kunnen gerapporteerd worden. Als laatste hebben we de tijdsregistratie. De tijdsregistratie gieten we eigenlijk als een sausje over alle modules van Manager. Waarom? We hebben alle productiegegevens in één systeem. We weten perfect hoeveel kilogram dat er geplukt is. We weten perfect hoeveel kilogram dat er gesorteerd is. We weten de teelten. We weten hoeveel dat er gespoten is. We weten ook wat er geleverd is. Als we al die data weten en we gieten naar de tijdsregistratie over, dan weten we perfect hoeveel uren per hectare we gesnoeid hebben. Hoeveel kilogram per uur we geplukt hebben. Hoeveel kilogram per hectare we eventueel geplukt hebben en ook hoeveel kilogram per uur we gesorteerd hebben. Ook het laden van leveringsbonnen kan gelogd worden in de tijd. Dus ook daar weer weten we hoe lang duurt het nu om een koelcel in te voeren, hoe lang duurt het om, om leveringsbonnen te laden. Dit is belangrijk, die tijdsregistratie, om de kosten in kaart te brengen. Hoeveel kost het nu om die handeling te gaan doen? Met de Agromanager brengen we dat allemaal in kaart en kunnen we zo gemakkelijk de cijfers of de productiecijfers weergeven. We gaan het vandaag alleen maar hebben over het spuitschrift, niet over alle andere modules. Er zijn veel meer mogelijkheden in AgroManager dan alleen maar het spuitschrift. Maar het spuitschrift is eigenlijk de reden waarom we de introductiedagen hebben gegeven. Waarom? AgroManager heeft eigenlijk rechtpro zijn plaats ingenomen. Dus rechtpro was er van 1993 tot 2019. Regpro was een goed programma, door veel mensen gebruikt, maar was door de loop der tijd eigenlijk verouderd. Fruitconsult die dat Regpro ontwikkeld had, die had een, uh, vroeger was dat eigenlijk een soort van hobby. En in de loop van de tijd is eigenlijk die hobby altijd maar meer en meer naar de achtergrond gedrongen, waardoor dan voor, de, uh, voor hun eigenlijk om een duur alleen maar gegevens niet meer op to date houden was. Het was niet meer ontwikkelen, het was niet meer uh, nieuwe technologieën erin steken. De ontwikkelingen waren eigenlijk gestopt. Vanuit dat idee zijn we samen gaan werken, want wij waren op zoek naar een spuitschrift en zij hadden een spuitschrift. Het ding was, alleen hun systeem was veranderd en wij waren in staat om een nieuw systeem te maken. Dat is ook de reden waarom dat we elkaar hebben gevonden en dat is ook de reden waarom dat we een spuitschrift in AgroManager ontwikkeld hebben. Dus we hebben het volledig ontwikkeld met de mensen van Rechtpro naar RegPro. Als we een tweede Rechtpro zouden maken, dat is leuk, maar in Rechtpro zat in theorie alleen maar registratie. Registratie op zich de dag van vandaag is niet meer voldoende naar ons idee, daarmee dat we ervoor beslist hebben om automatische controles erin te integreren. Met automatische controles kunnen we eigenlijk elke handeling of elke planning of wat je ook wilt uitvoeren, controleren op juistheid. Je krijgt ofwel een goedgekeurd, wat je wilt doen is goed, ofwel krijg je een waarschuwing, de planning die je zojuist hebt ingevuld is goed, maar is onderhevig aan een paar parameters, ofwel krijg je een foutmelding. Bijvoorbeeld, bij waarschuwing kan zijn van opgelet, wacht tot de fenologie, na volle bloei is. Het kan zijn bij, uh, oogst, eh, sorry, bij een andere fase, bijvoorbeeld bij de behandeling is uitgevoerd, dat we het gaan hebben van: kijk, we hebben een foutmelding waarom je hebt een behandeling of een bepaalde dosering uitgevoerd en deze is niet goed. Dat is dus het onderscheid tussen de verschillende stadia. Wat was nog belangrijk? Was koppeling met gewasbeschermingsleveranciers. Als we het spuitschrift zouden maken. Moet er een voorraad in zitten. En als we de voorraad goed en gemakkelijk up-to-date willen houden en de teler zo weinig mogelijk werk willen geven, dan moeten we een koppeling hebben met gewasbeschermingsleveranciers. De mobiele applicatie van het spuitschrift die is er momenteel niet, maar die wordt verwacht in de loop van 2020. Dus in het spuitseizoen van 2020 gaat de applicatie online komen. Om het spuitschriftpakket samen te stellen, hebben we drie modules gebruikt, teelt, spuitschrift Oogst. We hebben verschillende andere pakketten bij ons op de site staan. Dus daarvoor moet je surfen naar www.agromanager.eu. En daar vind je alle andere pakketten terug. Die pakketten, daar worden x en drie modules genomen. Drie modules die dan samen dus dat pakket vormen. Zeg je nu van kijk, dat is leuk het spuitschrift, maar ik wil het koppelen met nog een andere module, dat kan. Dus als jij nu met het spuitschrift start en vervolgens daar de koeling aan wilt koppelen, dat is geen enkel probleem. Dan neemt je enkel de koelingsmodule erbij. Ook al staat in het koelingspakket nog andere modules beschreven, wilt je enkel die module, dat kan. Dus in samenspraak met ons kunnen we eigenlijk voor uw bedrijf het ideale pakket samenstellen. Hoe zag vroeger in rechtpro de teeltmodule eruit? Dat zag er als volgt uit. Volgt uit. Dus gaat een overzicht van alle teelten en vervolgens komt je daar je teelten gaan wijzigen of gaan toevoegen. Binnen AgroManager ziet het er als volgt uit. Waarom? Dezelfde layout is eigenlijk niet haalbaar op een website als dat in rechtpro zat. Daarmee hebben we moeten nadenken van hoe gaan we de layout er laten uitzien. We hebben gekozen om eerst een overzichtspagina te hebben. In die overzichtspagina kun je rechts bovenaan nieuwe teelten toevoegen. En vervolgens onderaan in het teeltoverzicht kunt je de details van de toegevoegde teelten gaan raadplegen. Ook in de details, dus hier in de teeltoverzicht, kunt je alle lijsten exporteren naar Excel, CSV, PDF of eventueel afprinten. Als we een nieuwe teelt gaan toevoegen, klikken we rechtsbovenaan op nieuwe teelt. Vervolgens moeten we de teelt gaan intekenen. Dus ik heb hier nu alvast een perceel klaargezet van 8,32 hectare. Dit is de, teeltop, de netto teeltoppervlakte. Deze tekenen in door kloksgewijs alle punten aan te klikken. Het mag ook tegenkloksgewijs, maar het is wel de bedoeling dat het een logische volgorde is. Dus meewijzer zijn of tegenwijzer zijn. Heb je een punt geplaatst dat er niet thuis hoort, dan kun je klikken op de knop verwijder laatste punt. We hebben de gps-coördinaten coördinaten nodig voor de, de klanten tegenwoordig. Meer en meer klanten eisen ook de gps-coördinaten. Voor global gap heb je ook een uh, perceelsplattegrond nodig. Bij deze is die dus in orde. Ook hebben we uh, de GPS-coördinaten nodig voor tijdsregistratie. Tijdsregistratie op zich is heel eenvoudig. We hebben daarvoor een applicatie ontwikkeld waarmee dat we mensen kunnen in, uh, inscannen, vervolgens starten, pauzeren of stoppen. Dat is de eenvoudigste actie. Je moet als het ware in het slechtste geval iemand maar één keer inscannen. Bent u geïnteresseerd in de tijdsregistratie? Contacteer ons dan via de website of bel ons, mail ons. En wij zullen u daar meer en meer uitleg over geven. Het mooie van de tijdsregistratie is dus: ik wil de uren registreren, maar ik wil ook weten hoeveel uren per hectare ben ik op al mijn te bezig geweest. Aan de hand van de GPS-coördinaten gaan we doen aan Geofencing. Dus staat je buiten uw perceel. Of buiten uw getekende perceels of uw teeltoppervlakte, dan gaan uw teelten ingeboekt worden als zijnde onderweg. Vanaf dat je de stap plaatst in uw teeltoppervlakte, dan gaan uw uren ingeboekt worden op de desbetreffende teelt. Vervolgens heb je rechts de teeltgegevens, teeltnummer, teeltnaam, plantdatum. Netto- en bruto-oppervlakte. Als uw netto- of uw bruto-oppervlakte niet zouden overeenkomen met de ingetekende oppervlakte, kunt u ze hier nog aanpassen. Waarom? Omdat het, ja, het is gewoon te lastig is om dat puntje te blijven verslepen om de exacte oppervlakte uit te komen. Dus hier kunt u ze nog gemakkelijk aanpassen. Vervolgens ga ik een beetje naar beneden, dan hebben we daar de bufferzone staan. Dit is omdat dat België is. Dus ik zit in een Belgisch systeem momenteel. In Nederland gaat hier de teeltvrije zone staan. Dit is nodig omdat we de drift kunnen berekenen. Drift is een van de aspecten waarop dat wij elke behandeling gaan controleren. Dus is er een drifttoelating vereist voor het middel, ja of nee, en wat zijn de eisen? Vervolgens hebben we ook een spuitfactor geïntegreerd. Is logisch. Akkerbouwpakketten die bieden geen spuitfactor aan. Fruitdeelpakketten bieden wel een spuitfactor aan. De spuitfactor brengt de hoogte van de bomen in rekening. Je kunt eventueel afvragen van, ja, maar we mogen toch niet meer spruien als de maximale dosering? Dat klopt, maar we mogen wel minder spruien als de maximale dosering. Dus stel je voor dat je een boom hebt die maar half zo groot is, dan zou je dus met een spuitfactor van 50% of 60% je bespuiting kunnen uitvoeren. Op die moment weet ook... U, uh, ja, dan gaat het op je spuittaak of op je taakkaart dat je meeneemt naar het veld. Het papier waarop dat je taak beschreven staat, daarop gaat dan ook duidelijk geïnstrueerd zijn dat in die teelt de doppen dicht moeten staan. Dus de bovenste zoveel doppen moeten dan dicht staan. In tegenstelling tot in rechtpro rekenen wij het totaal aantal bomen uit. In rechtpro moest je het aantal bomen invullen en zo gingen ze de netto oppervlakte uit berekenen. Aan de hand van het totaal aantal bomen gaan wij de oppervlakte toevoegen. Dus we hebben enerzijds, stel je voor, we hebben een teelt, even terug naar de vorige slide, van 23.771 bomen. Als wij alleen maar conference daarop zouden zetten, dan zouden we in totaal 23.771 bomen conference hebben. Maar we hebben daar een bestuiver tussen staan. Bestuivers in agromanager moeten niet per se ingetekend worden. Waarom niet? Als het een aparte blok is, wordt wel aangeraden om die apart in te tekenen. Maar als ze rij om rij of bomen daartussen staan, is het veel te veel werk. Daarom kun je gewoon een bestuiver toevoegen en vervolgens je afvragen van, kijk, hoeveel bomen van het totaal aantal bomen zijn bestuivers. Laat je voor, als je voorstelt, bijvoorbeeld, ik heb 1 om de 5 rijen douanees ertussen staan, dan kun je gewoon je totaal aantal bomen, 23.000 bomen, delen door 5. En dat aantal bomen moet je dan bij douanee invullen. Ik heb nu in deze teelt 5.000 bomen als bomen aangeduid. Ook een belangrijke is, neemt hij een plaats in? Bij ons thuis op het bedrijf zijn er, is er een stukje teelt waar de bestuiver tegen de, de, de hoofdteelt is aangebonden. Dus de bestuiver neemt geen fysische plaats in. Als die geen plaats inneemt, is dat belangrijk voor de oppervlakteberekening. Daarmee moeten we weten van, kijk, neemt die een plaats in? Ja, nee. Ook kunt je onder elke teelt meer dan één bestuiver toevoegen. Je kunt dus als het ware vijf, zelfs tien bestuivers toevoegen, zolang de variëteit maar uniek is. Nadat we een teelt hebben toegevoegd, er moet nog het laatste puntje ingevuld worden. De vraag is welke certificering is van toepassing op deze teelt. De standaard zal meestal global gap aangevinkt staan. Zeg je van ik ga deze teelt ook Tesco Neutra laten keuren, dan kun je Tesco aanduiden. Als er dan een middel gezet zal zijn dat niet toegeladen is in de Tesco Neutra lijst, dan krijg je een foutmelding krijgen. Hetzelfde met biologisch. Als gij zegt van: Kijk, ik ga nu een teelt behandelen die biologisch is gemarkeerd, dan gaat je daar enkel biologisch toegestane middelen en doseringen kunnen toepassen. Bij Planet Proof gaat er ook een speciale rapportering zichtbaar komen en gaat uw teelt meegenomen worden in uw actieve stofnorm, bonuspunten en maluspunten. Als laatste kunt je ook het Albert Heijn protocol nog aanvinken. Hier wordt dan ook meer rekening gehouden. Kijk, het volgende is het weerstation. Dus we gaan per bedrijfslocatie standaard een virtueel weerstation toevoegen. Hebt gij een fysisch weerstation? Maakt niet uit welk merk. Elk merk is koppelbaar aan Agro Manager. Laat het ons weten. Wij nemen contact op met de firma. Ook er zijn maar x aantal verdelers van weerstationen, Dus de kans dat we al met een van die jongens een koppeling hebben gemaakt is zeer groot. Als tweede module in het spuitschriftpakket gaan we het over het spuitschrift hebben. Alvorens we kunnen starten met het registreren van bespuitingen, moeten we eerst machines gaan toevoegen. Dat is in elk pakket zo. Dit, in dit scherm zult je eigenlijk maar één keer moeten komen. In het vorige module, teeltmodule, is zelfs zo. Als je in 20 jaar tijd niks verandert aan je teelten, dus al je teelten blijven staan, dan gaat je in 20 jaar eigenlijk niet in de teeltmodule moeten komen. Hetzelfde is met je spuitschriftmachines. Zolang je rijdt met dezelfde machine en dezelfde configuratie, verandert er niks. Is belangrijk bij het toevoegen van de machine. Je ziet het een beetje in de achtergrond: is welke type machine is het en uh, ja, wel, de naam van de machine, de type, ook de vatinhoud is belangrijk. Waarom is de machine type belangrijk? Omdat we dan moeten weten van, kijk, welk driftreductiepercentage hangt hier aan. We hebben een standaard boomgaard spuit, maar ook een drie rijen spuit of een HSS 1 rijer met dwarsstroom. Alle verschillende types spuit met een speciale drift. Uh, Klassering worden hierin apart opgenomen. Als jij dan het juiste type spuit selecteert in combinatie met de juiste druk, in combinatie met de juiste dop, dan gaat je een bepaald driftreductiepercentage uitkomen. Wij berekenen dus voor u welk driftreductiepercentage uw combinatie uitkomt. Ook gaan we de liters per hectare uitrekenen en de, uh, de snelheid. Dus je moet redeneren per machine gaan we, we hebben één machine, die voegen we toe. Dat is bijvoorbeeld ons vat. Per machine gaan we meerdere configuraties toevoegen. Dat zijn onze variabelen. Dus bijvoorbeeld op een standaard boomgaardspuit hebben we gegarandeerd kleine dop, grote dop. Dus met kleine dop en grote dop om te draaien kunnen we gaan kijken van goed, gaan we nu veel liter water gebruiken of weinig liter water gebruiken. Dat is een ander type dop dat erop gaat zitten. Je kunt ook eventueel verschillend aantal doppen gebruiken. Dus zo kunt je op voorhand, voorhand al uw configuraties toevoegen. Ik heb er geen twee bij mij in de praktijk, ik heb er vier. Waarom? Ik sproei op mijn appelen, de onderste doppen zet ik open nog bij mijn appelen en bij mijn peren zet ik de onderste doppen dicht. Dus mijn appelspuit of mijn appelconfiguratie gaat twee doppen meer bevatten dan mijn perencombinatie. Je ziet. Je kunt dus met verschillende manieren van configuraties en verschillende uh, machines in combinatie met configuraties toevoegen. Je meststofstrooier bijvoorbeeld kunt u gaan toevoegen, dan gaan je verschillende configuraties eigenlijk uw standen zijn of je verschillende instellingen die dan mogelijk zijn op uw meststofstrooier. Hetzelfde is op een wortelsnijer of op een onkruidspuit. Dit is een scherm, dit is de tijdlijn. De tijdlijn is een scherm waarin we geen registraties gaan doen. De tijdlijn die geeft alle registraties of alle behandelingen weer in een overzichtelijke tijdlijn. Ja, de naam zegt het. We gaan in Agromanager elke uitgevoerde behandeling zien als een groene vink. Elke geplande behandeling is een blauw kalendertje. Alle dagen die ertussen zitten, worden aangeduid. Wanneer dat je dus mooi registreert en je zegt ik heb drie dagen tijd nodig om heel mijn bedrijf te sproeien, dan doet je op dag 1. Tilt A, tilt B, tilt C. Op dag 2 tilt D, tilt E, tilt F. En dan op dag 3 G, H en I. Dus zo gaat je mooi zien in dit overzicht van kijk, heb ik nu al mijn tilten gehad? Ja, dan zie je ook volgende keer wanneer je een nieuwe behandeling hebt ingeplant, welke tilten ga ik terug opnieuw eerst doen. Zodanig dat uw interval gerespecteerd wordt. Dit is eigenlijk een duidelijke manier van te controleren, heb ik alle tilten gedaan en hoeveel dagen zitten ertussen. Als we behandelingen gaan toevoegen, dan hebben wij eigenlijk de boter bij Regpro. We zien ook de weersomstandigheden, dus je ziet hier bij Regpro de weersomstandigheden eraan. Bewolking, RV laag en zuid, dit waren ook de standaardparameters die standaard aangevinkt stonden. Daarmee hebben we ervoor gekozen om weerstationen te koppelen. Dan krijgen we tenminste de real-time data te zien van kijk, welk weer was het die dag. Zo weet je ook, als je een behandeling implant, dat je ze best niet implant op een dag waarop het pijpenstelen aan het regenen is, tenzij het natuurlijk ijzergelaat is en je hebt heel veel water nodig. Dit is ons overzicht van alle behandelingen. Dus je ziet links de datum waarop de behandeling is uitgevoerd. De status is dus wel degelijk uitgevoerd. Welke machine gebruikt wordt, hoeveel liter per hectare. Wie dat de uitvoerder is. Op welke gewassen de, de, de behandeling is gezet. En welke middelen gebruikt zijn. Ook zien we daarachter de controle staan of een middel al dan niet is goedgekeurd. Als het is goedgekeurd, dan weten we dat er geen, uh, ja, dan weten we de controle is gebeurd en er zijn geen foutmeldingen. Vanaf dat er één foutmelding is op één middel, gaat heel de behandeling afgekeurd worden of heel de uh, behandeling gewaarschuwd worden. Hoe voegen we een nieuwe behandeling toe? Door rechts bovenaan op. ...nieuwe behandeling te klikken. Zo gaan we de nieuwe type behandeling toevoegen. Je kunt kiezen tussen een boomschwasbehandeling, onkruidbehandeling, bemesting en divers. na worden in een ander segment van de menu behandeld. Als we een behandeling hebben toegevoegd, kunt je bovenaan klikken op behandeling controleren. Dan gaan we de ingevoerde behandeling controleren of dat ze klopt of niet klopt... Ook werken we met periodes, even terug naar de vorige. Je ziet, kijk, dit is nu van uh, periode 10 oktober 2018 tot 31 december 2019. Waarom werken we met periodes? In Regpro werkten ze met productiejaren. Productiejaren kunnen we niet meer aanhalen. Waarom niet? Er is nu van dit jaar het eerste middel op de markt gekomen, Sivanto, dat bij een bepaalde dosering een wachttijd heeft van twee jaar. Het probleem is dus bij productiejaren of productieperiodes dat we niet meer weten van kijk goed. Wanneer was de vorige keer? We, daarom werken we echt zuiver op basis van datum om die controles goed te kunnen uitvoeren. En elke uh, teeltjaar of elke productiejaar gaat eigenlijk ja, aan de hand van de fenologische stadia, of aan de hand van de wanneer hebt je geoogst? Tot wanneer gaat geoogsten. Zo wordt eigenlijk je behandelings je äh, uw, uw periodes vastgelegd. Zet je niet akkoord met de weergegeven periode. Dan kun je op de blauwe knop klikken en de periode aanpassen. Als we een behandeling gaan toevoegen, kunnen we de startdatum invullen, ook starttijd en einddatum en eindtijd. Standaard gaan die voorgesteld worden op de datum van vandaag en op een vaste start- en eindtijd. Vervolgens kunnen we kiezen waar wordt de behandeling op uitgevoerd. Je kunt uw elu appelen aanvinken, dan worden al uw variëteiten standaard geselecteerd. Je kunt al uw peren aanvinken, dan worden al uw peren standaard aangeduid. Zegt je van, kijk, nee, ik ga enkel douane of enkel u door sorry, uh, behandelen, dan gaat die enkel aangevinkt worden. En dan wordt de andere variëteit uitgevinkt. Als jij gelijk nu enkel uw bestuivers aanduidt, dan gaat hij, of een bestuiver aanduidt, dan gaat hij een foutboodschap geven van, opgelet, vergeet je hoofdteelt niet te selecteren, omdat hij weet dat Douané altijd als bestuiver is toegevoegd geweest. Dit is nu weergave teelten. Je kunt ook op basis van percelen uw... Uh... Uw, ja, uw, uw tabel tonen. U kunt ook op basis van behandelingseenheden uw tabel tonen. Later komen er nog meer bij, maar in die drop-down waar dat weergave staat, daar kunt u uw weergave aanpassen. Vervolgens gaan we middelen toevoegen, dus we kunnen het middel toevoegen. Hij gaat de, waar dat de waarde van dosering een hoeveelheid ingevuld wordt, die gaat in het groen zetten. Die waarde wordt dus nooit aangepast. Stel je voor uw oppervlakte verandert, dan blijft die waarde gelijk. De reden moeten daar ook eenmalig achter gehangen worden. Wanneer dat het middel nog eens opnieuw gezet wordt, dan gaat hij dezelfde dosering overnemen of gaat hij ook dezelfde reden overnemen. Dus kap dan bijvoorbeeld wordt gezet aan 1,8 kg per hectare. Vult dat één keer in. Je mag het 15 keer zetten op jaarbasis. Dus gezet, als je het één keer invult, dan zet je eigenlijk 14 keer gemakkelijk. Daarachter gaan we achter de pluk twee keer zetten aan 2,5. En achter uh, dat dat gebeurd is, gaat je dus volgend jaar terug opnieuw het op 1,8 moeten zetten. En dan weet dat hij ook voor de rest van de behandelingen. Als we een middel toevoegen, is het juist gelijk in Rechpro. We klikken op de drop-down. We kunnen de naam van het middel invullen en hij gaat beginnen zoeken. Wanneer we middelen in voorraad hebben zitten, gaat hij enkel de middelen in voorraad laten zien. Zo kunnen we ons niet vergissen. Wanneer bijvoorbeeld, uh, ik geef een praktisch voorbeeld. Mijn vader zegt tegen mij van, kijk, ik heb vandaag kaptan gesproeid. Top, maar ik heb nooit Captain in stok gehaald. Ik heb wel Merpan, ik heb maar Captain eh, Bellos, ik heb eigenlijk alle varianten van Captain in stok buiten Captain zelf. Aan de hand van deze drop-down kunt je dus zien van welke middelen je in stok hebt en zo kunt je niet vergissen. Ook omdat we de automatische koppeling hebben met gewasbeschermingsleveranciers, is het nog gemakkelijker om je niet te vergissen wanneer je middel haalt. Wilt je toch een middel nemen dat niet in voorraad zit, kunt je op de knop alle middelen klikken en dan krijgt je toegang tot alle middelen die toegestaan zijn in het land waarop de behandeling wordt toegepast. Nog iets belangrijks, AgroManager is eigenlijk het enigste en het eerste systeem dat meerdere landen in hetzelfde pakket kan afhandelen, waarbij in andere pakketten moet gekozen worden tussen het, is het nu België of is het nu Nederland. Kunnen wij tegelijkertijd zowel behandelingen in België als in Nederland toepassen en dan gaat hij ook controleren volgens de regels van dat land. Zit een middel er niet in de lijst? Dan kunt je klikken hier op de knop middel niet gevonden. Die knop die geeft toegang tot een invulformulier en dan krijgt Matti Polflit of een andere partner te, uh, ja, de data van uh, oké okay, welk middel zit er niet in. Zij hebben dan 48 uur, of Matti heeft 48 uur de tijd om de data achter het middel op te zoeken en in agromanager te steken. Wanneer dat hij het in zijn globale lijst heeft toegevoegd, dan pas wordt het zichtbaar voor iedereen. Waarom is dat? Wij moeten compatibel zijn met gewasbeschermingsleveranciers. We moeten ook compatibel zijn met klanten. Wanneer dat iedereen zijn eigen middelenlijst up-to-date gaat houden, is dat voor ons niet mogelijk om deze compatibiliteit te garanderen of te doen. Ik geef een praktisch voorbeeld. Deze week kregen we de middelaanvraag binnen voor Shakira. Shakira, dat bestaat niet. Shakira is een danseres. Wat dat wel een middel is dat bestaat, is Shikara. Dus Chicara is een Belgisch middel dat gebruikt wordt tegen onkruid. Die teler heeft hem gewoon oprecht vergist. Die is vast beginnen zoeken op het verkeerde letter en daardoor is er niet gekomen. Chicara zit wel degelijk in de lijst, maar stel je voor, we hadden het niet tegengehouden, dan was een middel al twee of al drie keer toegevoegd geweest. Daarmee wij beheren de globale lijst om zo uniformiteit in onze data te kunnen garanderen. Als laatste puntje moeten we de, de machine en de configuratie uiteraard selecteren, maar ook het fenologische stadium invullen. Om de toelatingen van middelen te kunnen controleren is het fenologisch stadium erg belangrijk van de teelt. Dus aan de hand van het fenologisch stadium kunnen wij bepalen: van, mag dit middel aan deze dosering met deze aantal toepassingen of met deze driftregels? Bijvoorbeeld, sommige middelen zijn niet toegestaan tijdens de bloei. Andere middelen zijn niet toegestaan na de bloei. Dus daarmee aan de hand van het fenologisch stadium kunnen wij controleren: van mag het of mag het niet. Achter elk fenologisch stadium hangt ook de BBCH-code gekoppeld. De BBCH-code wordt dus ook vermeld op het etiket van het middel. We zien ook de weersomstandigheden hierbij staan. Dus 18 november 2019 was het blijkbaar helder, of sorry, licht bewolkt op onze locatie. Ook de aanleiding en doeltreffendheid moet geregistreerd worden om in orde te zijn met Global GAP. Vervolgens wordt de behandeling opgeslagen en gecontroleerd. En we zien, we hebben een foutmelding. Dus als we klikken op de details van die foutmelding, dan zien we dit. En dan zien we wel degelijk dat er een dosering van 5 kilogram per hectare deel aan is gezet. 5 kilogram per hectare is te veel, dat is ook een schrijffout, want het was 0,5 kilogram per hectare. Dus je ziet, je kunt bijna geen fouten maken, want wij gaan erop controleren. We zien de maximale dosering is overschreden staan. Aha. Als het nu een maximale dosering is, dan is de kans groot dat dit op al uw teelten slaagt. Maar als je bijvoorbeeld een fout krijgt op drift, dan gaat er minder teelten vermeld worden. Enkel de teelten waar de drift fout op vermeld en je op slaagt, die worden vermeld. Tenzij het natuurlijk aan uw machine ligt, dan gaan al uw teelten in fout gegaan zijn. Nog belangrijk is de weersomstandigheden, gelijk dat ik zei, die worden automatisch gekoppeld. En je ziet dus, dit zijn de weersomstandigheden die om 12 uur middags plaatsvonden tijdens onze behandeling. E Overzicht is de eerst mogelijke oogstatum of de veiligheidstermijn. Heb je enkel behandelingen toegevoegd in Agromanager, dan gaat je voor elke teelt en voor elke variëteit zien wanneer dat de laatste behandeling is gebeurd, of de behandeling gebeurt met de veiligheidstermijn die het verste in de toekomst ligt. Die datum of die datum van de behandeling plus veiligheidstermijn wordt uitgerekend en dat noemen we de eerst mogelijke oogstatum of e-mod. E-mod staat hier in de voorlaatste kolom. En je ziet, die ligt op 21.8. Dus heb je nog niet geoogst, geen probleem, dan gaat er gewoon een datum staan. Vanaf dat je geoogst hebt, dan gaat er een oogstart en een einddatum komen. En dan gaat hij die emot laten verkleuren. Dus dan gaat hij een kleurtje krijgen volgens van, is het goed of is het slecht. Per pluk gaan we zo de veiligheidstermijn gaan controleren. Dus het is niet van, kijk, dit was de datum van vandaag. Dit is de tweede pluk bijvoorbeeld. Je kunt gerust bijvoorbeeld nog een geoxbehandeling toevoegen tussen de eerste en tweede pluk. Door die geoxbehandeling te registreren in, uh, als behandeling en uw pluk te registreren, gaan we ook perfect zien: van, kijk, zit je in orde met je veiligheidstermijn voor eerste pluk? Zit je in orde met je veiligheidstermijn voor tweede pluk? Dit is het voorraadoverzicht. Het voorraadoverzicht toont de stok gelijk dat hij nu is. We kunnen in agromanager meerdere voorraadlocaties gaan bijhouden. Dat is mogelijk. Per voorraadlocatie kunnen we dan ook zien welke middelen die locatie op stok heeft. Wilt je vo uh, deze voorraad nog eens, die wordt berekend eigenlijk om de zoveel tijd. Als die ader is als een kwartier, dan wordt de voorraad opnieuw berekend. Zeg je van kijk, ik wil even snel zien hoe dat de voorraad nu is. Dan kun je rechtsbovenaan op de knop drukken voorraad herberekenen. En dan gaat hij opnieuw de voorraad berekenen. Van elk middel wordt een log bijgehouden. En middelen invoeren kunt je doen door rechtsbovenaan op nieuwe registraties te klikken. Daar kunt je de middelen aanduiden, de hoeveelheid aanduiden, eventueel ook de eenheidsprijs invullen. Bijvoorbeeld dit is een invoer geweest, dus heb je nu een invoer van middelen, dan kunt je dat registreren. Heb je een uitvoer van middelen naar de ene kast, naar de andere kast, die kan geregistreerd worden. Ook een uitvoer naar terug uw handelaar of uw gewasbeschermingsleverancier, die kan ook geregistreerd worden. Vervolgens hebben we de ook de optie voorzien stoktelling. Op die moment gaan we de actuele stok zien dat in agromanager zit. Dan kun je de stok gaan controleren en dan gaan we het verschil berekenen van hoeveel dacht agromanager erin zat en hoeveel zit er nu wel degelijk in. Zo kun je je weegfouten door het vele afwegen in de loop der tijd, je die weegfouten eruit halen. Ook is het verplicht van Global Gap, denk ik, om minstens één keer per jaar je voorraad te controleren. Dus op die moment kun je hem registreren in de agromanager en weten gewoon de voorraad klopt. Zit de middel er ook weer niet in, kunt hier weer klikken op middel niet gevonden. Nog als laatste optie hebben we nog de optie om restvloeistof te registreren. Ikzelf heb een heliosec. Ook andere telers gaan meer en meer denk ik naar biofilters gaan. Ook is het mogelijk om restvloeistof verdunt uit te voeren over het perceel. De vraag is dus hoe gaan we dat gaan registreren? Daarom hebben we dat hiervoor gezien, dat je ook een restvloeistof kunt registreren. Op die moment gaan we middel dat niet in de voorraad zit, ah, nee, want het zit nog bijvoorbeeld, ik heb gesproeid en ik heb nog 200 liter over. Dan kunnen we wel degelijk zeggen: van, Kijk, het middel zit niet op mijn bomen, want het zit nog in mijn vat. Het middel zit niet meer in mijn voorraad, want het zit in het vat. Maar ik laat mijn vat leeg, want volgende keer moet er een ander middel in. Dus ik heb 200 liter kwijtgeraakt, maar ik heb het wel afgevoerd op de correcte methode. Dus zo kunnen we ook stokcorrecties uitvoeren. Wilt jij een automatische koppeling met gewasbeschermingsleveranciers? Dat kan. Dan moet je enkel je gewasbeschermingsleverancier aanduiden. Er zitten al heel wat uh, leveranciers in bij onze partners. Dus uh, uw leverancier zal er vast wel bij staan. Staat hij er niet bij, kunt je het ons altijd laten weten. Dan nemen wij of gij contact op met die firma. En dan hopen wij dat we zo snel mogelijk een koppeling kunnen tot stand brengen. Onze koppeling langs onder de zijde is eigenlijk een stekker. Wij passen ons aan. Aan hoe zij het liefste data willen verzenden. We hebben drie, vier methodes die dan werken. Dus als zij zeggen: van kijk, één van deze methoden is het gemakkelijkste voor ons, op die methode gaan we dan ook babbelen. Leveringsbonnen gaan zichtbaar komen in dit scherm, maar gaan niet automatisch in de voorraad komen. Je moet nog eens twee acties ondernemen. Dat is enerzijds klikken op de knop, knop download. En dan krijgen we een overzicht te zien. In dat overzicht zien we alle middelen die dan. Ingevoerd gaan worden. Zet je niet akkoord met een bepaald middel, dan kun je op verwijderen klikken. Vervolgens klikken we op opslaan en het middel gaat of de middelen die dan gehaald zijn gaan met een hoeveelheid in de voorraad zijn, worden opgenomen. Waarom hebben we die knop verwijderen daarin gestoken? Dit is zuiver een leveringsbon. Dus je kunt ook dingen gaan halen bij je gewasbeschermingsleverancier die dan niks te maken hebben met gewasbescherming. Bijvoorbeeld muizenvallen of plukhandschoenen. Het is niet de bedoeling dat deze items in je voorraadkast terechtkomen, dus daarom kunt je die eraf halen, zodat je voorraad van je spuitmiddelen of uw gewasbeschermingsmiddelen mooi enkel daarover blijft gaan. Als laatste module gaan we het hebben over de oogstmodule. In de voorraad, in de oogstmodule, waar kunnen we twee dingen doen. Dat is enerzijds oogschatting. De oogschattingsmethode die gaat steeds denk ik, belangrijker en belangrijker worden. Mensen die het al gebruiken in Rechtpro gaan het herkennen hoe je het in elkaar zet. Dit is de moeilijkste methode, en dat is aan de hand van telling. Ook hebben we een andere methode van oogschatting erin gestoken, dus als aan de hand van de productie van vorig jaar dat we een nieuwe productie gaan inschatten voor dit jaar. Als eerste moet je links in het scherm je teelten selecteren waarop je schatting slaagt. Vervolgens kunt je een verwachte startdatum van je pluk invullen en een eerste pluk, tweede pluk en derde pluk percentage invullen. Dus wat is uw verdeling tussen eerste, tweede en derde pluk? Vervolgens kunt je ook een gewicht per verpakking invullen of een verwachte bewaartermijn. Aan de hand van deze gegevens gaan we eigenlijk nog andere calculaties gaan doen. Belangrijk is ook nog welke maat denk je dan dat de vruchten gaan worden. Aan de hand van de vruchtmaat gaan wij inschatten hoeveel deze vrucht uh, weegt. En kun, je kunt ook een vruchttelling nog doen. Dus we kunnen uh, elke boom die dat we gaan tellen, gaan we kunnen registreren. Je kunt heel eenvoudig hier op deze onderstaande knoppen snel één boom, vijf bomen of 10 bomen toevoegen. En zo kun je je bomen gaan tellen en het aantal vruchten per boom gaan registreren. Vervolgens klikken we op opslaan en we krijgen een uitgebreide oogschatting. Dus je ziet bij oogschatting ziet je dan hoeveel ton per hectare we gaan registreren. Ook de verpakking zien we hoeveel verpakkingstukken we gaan nodig hebben. Dus we zien nu aan 400 kilogram per bak dat we 261 bakken gaan nodig hebben. En ook de pluksnelheid wordt berekend. Met de pluksnelheid werken we niet aan de hand van hoeveel kilogram per uur, we werken aan de hand van hoeveel vruchten per uur. Want of dat je nu een grote maat vastneemt of een kleine maat vastneemt, je neemt eigenlijk evenveel vruchten vast per uur. Op die moment gaat je dus zien dat er een heel groot verschil zit in kilogrammen tussen een eerste pluk, sorry, tussen een, een grote maat en een kleine maat. Aan de hand van de uren die dan nodig zijn om x aantal kilo's bij elkaar te rapen. Onderaan rechts ziet je ook de supportknop. Deze knop is belangrijk voor als je problemen hebt en je wilt contact met ons opnemen. Dan kun je daarop klikken, kun je met ons chatten, kun je artikelen opzoeken, kun je vragen achterlaten. Die functionaliteiten zitten allemaal achter de supportknop. Als we oogstschatting achter ons laten, dan schiet er nog oogstregistratie over. In het oogstregistratiescherm kunnen we elke oogst registreren. Dus zegt je nu van kijk, ik heb geoogst achteraf. En ik wil mijn oogst gaan registreren, dan kunt je hier in Agromanager door rechtsbovenaan op nieuwe vracht te klikken, uw oogst gaan registreren. Vervolgens zegt je welk teelt dat je geplukt hebt, welk, eh, hoeveel bakken dat je had, hoeveel stuk's en zo gaan we uw oogstrapport samenstellen, ook verplicht voor GlobalGap. Wanneer we codes gaan afdrukken, want bij die oogstregistratie gaat hij altijd codes willen afprinten. De vraag is maar of dat je het doet ja, nee. Als hij dus die codes gaat afprinten dan kunnen we die codes op de voorraadkisten kleven. Ik ga even verder. Elke voorraadkist kist, krijgt een unieke code. Die codes die kunnen we het morgens afprinten. Dus bijvoorbeeld, we gaan 300 uh, voorraadkisten plukken, denken we. Maar uiteindelijk hebben we maar 250 geplukt tegen het avonds. Geen probleem, je kunt 300 bakken registreren en er het s avonds 250 activeren. Dus van de 300 codes gaan er maar eh, 250 geactiveerd worden. En 50 codes gaan niet geactiveerd worden. Die 50 codes kun je dus teruggooien in de vuilbak. En zo gaan die nooit bij je in het systeem komen. Ook kunt je zeggen: ik registreer het s'avonds. En s'avonds registreert je dan gewoon het exacte aantal codes. De activering kan op twee methodes gebeuren. Dus oftewel doe je het manueel en zegt: ik ga naar mijn computer en ik activeer het gewenste aantal codes. Oftewel heb je een scanner. Dus als je de rest van de modules van Agromanager hebt, dan gaat je deze code ergens inscannen. Zijn de inkoeling, zijn de insortering, zijn de inlevering. Waar dat die code ook gescand wordt, vanaf dat die code gescand wordt, dan zegt agromanager van hey, die code bestaat en dan gaat die code ook weer automatisch geactiveerd worden. De codes die we afprinten zijn KCB-conform. Dus alles staat erop wat dan nodig is voor KCB. Verandert de wetgeving, dan zorgen we ook weer dat die codes in orde zijn. Dan ziet je dat er een barcode ook op staat. Dat is het mooie binnen een agromanager: de barcodes zijn uniek. Dus hebt gij een barcode afgeprint, dan weet je dat die barcode uniek is op uw bedrijf, maar dat die ook uniek is binnen een heel agromanager. Doordat die uniek is binnen een heel agromanager, kunnen wij eigenlijk dingen gaan garanderen. Dus dat die codes kunnen gekoppeld worden met andere systemen. Doordat die gekoppeld kunnen worden met andere systemen, kunnen we. Zijn wij in staat om ook weer als enige partij bedrijfsoverschrijdende tracering toe te passen? Dus wij weten exact welke codes, wat mee gebeurd is, waar deze codes zich ook bevinden. Niet alleen op uw bedrijf, maar a, ah, op uw bedrijf is die code erbuiten gegaan, op een ander bedrijf is diezelfde code weer binnengekomen. Wat is nog een, een voordeel van dezelfde code kunnen gebruiken door verschillende bedrijven heen, is dat er niet telkens opnieuw nieuwe code opgekleefd moet worden. Want vroeger had iedereen zijn eigen systeem en iedereen moest zijn eigen codes op de voorraadkisten kleven. Nu is dat gedaan. We kunnen gewoon de info op de uh, codes gebruiken en de barcodes ook weer hergebruiken. Wat wil ik nu zeggen? Als jij een agro-manager-code binnenkrijgt, dan hebben wij de optie om die info achter die code ook te raadplegen. Dus die info die wordt ook automatisch ingeladen. Weten ze van welk perceel het komt? Nee, enkel de naam. Weten ze de GPS-coördinaten? Weten ze wat erop gesproeid is? Nee, nee, nee. Die gegevens, gegevens zitten bij de teler. En zolang dat de teler die niet wenst te delen, worden die ook niet doorgegeven naar andere partijen. Vervolgens hebben we het oogstoverzicht. In het oogstoverzicht zien we. Alle gegevens volgens wat er bovenaan aangeduid staat. Deze vorm van grafieken gebruiken we meer en meer binnen AgroManager. Dus wat er bovenaan aan staat is zichtbaar in het scherm. Zet je alles uit en enkel de datum, dan zie je perfect hoeveel kilogram per kist, hoeveel kisten en hoeveel kilogram in totaal je geplukt hebt per dag. Vindt je bijvoorbeeld iets anders aan, enkel niet datum maar enkel teelt, dan zie je hoeveel kilogram per kist en hoeveel kisten in totaal je op die teelten individueel geplukt gaat hebben. Ook, ook prestaties is mogelijk in agromanager. We zien als je kilogram registreert in agromanager hoeveel kilogram per dag dat er geplukt wordt, maar we zien ook hoeveel kilogram per uur dat er geplukt wordt. Dus niet enkel dat. We kunnen zelfs nog veel verder gaan met agromanager, met onze pick-up als het ware. Daarmee kunnen we gaan achterhalen hoeveel kilogram iedereen individueel geplukt heeft. Zo kunnen we gaan uh, zien van kijk, wat is nu het verschil tussen plukker A en plukker B, want we registreren continu elke bak. Wilt je daar ook weer meer info, meer info uh, over hebben, contacteer ons dan, want dat heeft te maken met tijdsregistratie. Dus enkel met oogst gaat hier niks mee kunnen doen. Allee, gaat je gaat dit wel zien, maar gaat je niet zien van kijk, kilogram per uur gaat bijvoorbeeld leeg zijn, want er gaan geen uren geregistreerd zijn. Zijt je geïnteresseerd in agromanager of meer bepaald in het spuitschrift, dan kunt je starten met het spuitschrift vanaf 275 euro per jaar. Normaal gezien vragen wij ook nog een opstartkost van 50 euro. Met die opstartkost van 50 euro. Doen wij eigenlijk al de administratie en kunnen wij ook u het eerste jaar ja, volledig helpen met alle vragen en opmerkingen dat je hebt? Het tweede jaar gaan er over het algemeen veel minder vragen zijn, dus daardoor gaat dit 50 euro enkel het eerste jaar gerekend worden. We hebben nu wel een actie op deze moment lopen. Als je voor 1 februari start met het spuitschrift, dan betaalt je geen opstartkost. Dus die opstartkost die valt dan weg, waardoor dat je enkel de 2,75 nog moet betalen. Wat zit er nu in een agromanager-spuitschrift in? Eén is telefonische ondersteuning. Dus heb je problemen, heb je vragen, je kunt met ons chatten, je kunt met ons bellen, je kunt met ons e-mailen. We zijn eigenlijk op alle fronten continu beschikbaar. Ook nemen we continu backups van alle data, speciaal voor u, zodat dat uw data steeds voor u beschikbaar is, en ook voorzien we wekelijkse, dus, uh, wekelijkse updates. Dus als er een nieuwigheid is binnen een agromanager, dan doen wij die automatisch. Je moet geen update installeren, want dat is het voordeel van online. Wij updaten de website en de site is nieuw. Dus voor die 275 krijg je drie modules en al die opties. Goed. Hoe werkt AgroManager in de praktijk? Dat laten wij zien tijdens onze infoavond. Hadden we hier een momentje voor uitgetrokken om te laten zien: van kijk, goed, aan de hand van vragen van het publiek, hoe werkt AgroManager in de praktijk? Op deze moment is dat iets moeilijker om vragen van het publiek terug te krijgen, dus daarmee schieten we dit onderdeel over. Nog een belangrijk punt is, wat wordt verwacht in 2020? Want als je kiest voor agromanager, dan kiest je niet alleen voor agromanager zoals het nu is. Als je een pakket koopt, is dat moeilijker. Want je weet niet van, kijk, dan koop je iets volgens de kwaliteit dat het pakket nu is. Agromanager is één, een pakket dat je nu al koopt volgens wat het nu is, dat heb ik juist uitgelegd. Maar ook volgens functionaliteiten die dan erbij komen. Want jaarlijks zijn wij afhankelijk van of dat je klant blijft bij ons. Dus wij vinden het belangrijk om ons best te blijven doen, zodanig dat je tevreden blijft en zodanig dat je klant blijft. De spraycontroller is hetgene dat verwacht wordt in 2020. Met de spraycontroller gaan wij spuiten andere machines. Denk maar aan wortelsnijder, strooiers, mechanische snoeiarmen, Alles gaan wij kunnen bedienen met de spraycontroller. In essentie is de spraycontroller alleen maar gemaakt om spuiten te bedienen, doordat we een GPS op de spuit en de spraycontroller installeren op de spuit, kunnen we uw spuit gaan bedienen. Je ziet dat er geen bedieningsknoppen meer aan zijn. Ah nee, want we gaan volledig de spuit bedienen aan de hand van de taakaart. Dus je ziet hier links de voedingstekker. Die voedingsstekker die plukt je in in uw tractor en vervolgens kunt je deze blokjes aansluiten op uw ventielen. Aan de hand van die blokjes op die ventielen gaan wij de ventielen aansturen. Aan de hand van de locatie waar dat de GPS zich bevindt. Je ziet links hebben we daar een, een, smartphone, of een uh, ja, smartphone bij gezet. Dus aan de hand van een tablet of een smartphone kun je de gegevens zien van je spraycontroller. Je spraycontroller gaat als het ware een wifi-signaal uitzenden waarop je met elk apparaat kunt verbinden. Even teruggaan. Je ziet ook aangeduid waar het groen is. Als het groen is, dan gaan uh, die rijen behandeld zijn. De groene rijen die zijn al behandeld. Dus dan zien we dan ook van kijk, daar kan ik niet meer terugkomen. Als de spreekcontroller daar terugkomt op diezelfde rijen, dan gaat hij ook geen actie ondernemen. Hij weet: van kijk, deze bomen zijn al behandeld, dus de bomen gaan we niet opnieuw nog eens gaan behandelen. Komen we aan de eerstvolgende boom dat nog niet is behandeld, dan gaat de spreekcontroller de ventielen aansturen, waardoor dat het water begint, of de sproeistof begint te sproeien. Zegt gij: van kijk, goed, ik weet nu waar ik rij, dat is leuk. Wat is nu het mooie? De spraycontroller hangt eigenlijk verbonden over internet, waardoor we de status van iedereen kunnen doorsturen naar elkaar. Dus als ik en iemand anders in hetzelfde veld rijden, dan weten we ook van elkaar welke bomen al dan niet gedaan zijn. Wat zijn dus de voordelen van de spraycontroller? Het, is een standaard, wat is het? het standaard GPS-systeem is gewoon van Tille worden automatisch geschakeld. Proportioneel schakelen is ook mogelijk. Met de Agromanager spreekcontroller hebben we een online koppeling, waardoor dat het veel gemakkelijker is voor dataoverdracht. Deze gebeurt volledig online. Ook omdat Agromanager een online systeem is, spreekt het voor zich. Bomen kunnen maar één keer bespoten worden en die biedt. Wordt geregistreerd en kan achteraf herberekend worden. Ook kunnen er nog andere machineparameters gedeeld worden. Dus afhankelijk van welke machine kunnen we bijvoorbeeld de vatinhoud gaan delen, kunnen we ook uh, de gaan delen of eventueel de druk gaan delen. Die kunnen we ook gaan opslagen per boom. Wat is nog mooi is de geschatte tankinhoud dat we gaan berekenen. Aangezien je ziet dat kaartje links, dit is bijvoorbeeld een taakkaart van ons. We zien de bomen die dan in het blauw staan. Die bomen die gaan we met een bepaalde dosering gaan behandelen. Of daar gaan we bijvoorbeeld zeggen, bij de blauwe bomen gaan we onze bovenste sectie aansteken. Bij de gele bomen gaan we ons bovenste en ons middelste sectie aansteken. En bij de paarse bomen gaan we ons bovenste, middelste en onderste sectie aansteken. Het is dus heel moeilijk om op voorhand te gaan berekenen hoeveel middel gaan we nu nodig hebben, aangezien dat volledig variabel is. Met AgroManager gaan wij u kunnen berekenen hoeveel middel u nu nodig hebben per vat. We hebben ook dus een automatische registratie van de gebruikte middelen. Zo weten wij van, kijk, uh, ja, dat middel is verbruikt, telkens je uw vat vult. Vervolgens, moeten uw rijen ingetekend worden? Je gaat zeggen van, ja, maar mijn rijen tekenen, wat is dat nu weer? Als je door een loonwerker uw rijen hebt laten aanleggen op GPS en zij hebben de data bijgehouden, dan kun je die data ook naar ons doorsturen. Wij zijn in staat om die data aan uw systeem te koppelen. Hebt je data niet meer of is het een oudere boomgaard waar je de GPS-locatie niet van hebt? Geen probleem, want zoals ik u juist twee slides geleden heb laten zien, je hebt juist een precisie GPS gekocht die dat twee centimeter nauwkeurig is. Die precisie GPS die stelt u in staat om zelf uw rijen te gaan opmeten. Ook daar hebben wij de nodige modules voor gemaakt om dat eenvoudig te maken. We gaan dus als het ware rond het perceel lopen. Eerst gaan we optellend alle rijen registreren, van 1 tot en met in het 60, om dan vervolgens, of 1 tot in het 50, maakt niet uit hoeveel rijen uw perceel lang is, om dan vervolgens langs de andere zijde terug te komen en af te tellen van 50 tot 1. Dan gaan wij per boom een vlak uitrekenen en dat vlak gaat uw boomvlak zijn. Aan de hand van de waarde dat dat boomvlak heeft, gaan we gaan bekijken van: kijk goed, we gaan die boom zo of zo of zo behandelen. Hoe gaan we daar nu waardes aan hangen? Dat is aan de hand van waarnemingen. AgroManager is in staat om alle metingen in te lezen. Dus zijn er van drones, zijn er van sensoren, zijn er van uh, pff, bodemscans. Eender welke firma dat precisiemetingen kan doen op gps-locatie, daar kunnen wij met de data van overweg. Die data die dat we dan van die mensen krijgen, die gebruiken we dan weer om in AgroManager te importeren. De interpretatie van die data is voor de teler. Dus bijvoorbeeld dit is een blussemeting en die gaan geteld hebben hoeveel blussems er op elke boom zitten. Als we dan gaan kijken, als we dat in een grafiek gaan weergeven, dan zien we dus links in de hoogte hoeveel bomen er zijn en dan op de dus op de y-as zien we het aantal bomen, op de x-as, de platte as zien we eigenlijk hoeveel blussems er zijn. Dus als we gaan kijken tussen nul bloesems, hebben we een paar bomen met nul bloesems. We hebben veel meer bomen met, uh, pak nu 22 bloesems. En de meeste bomen die hebben 31 bloesems. Is dat nu echt? Nee, die data is maar relatief. Dus daarmee, die uh, drone of eender welke meting, die heeft maar een data kunnen waarnemen vanuit één richting. Die gaat daarom niet per se kloppen, maar die kan u wel indicatief en indicaties geven. Dus aan de hand van bijvoorbeeld deze boom met 40 bloesems, als je in de praktijk dan gaat tellen, dan weet je van kijk, die boom heeft geen 40 bloesems, maar heeft in het echt 80 bloesems. Waarom? Doordat we maar uit één kant gezien hebben, hebben we maar de helft van de bloesems kunnen detecteren. Dus moet die data moet echt door u als teler zelf geïnterpreteerd worden. Vervolgens kunt je gaan kiezen hoe gaan we het nu gaan toepassen. Dat noemen we onze toepassingsfactor. Dus wat gaan we nu in dit voorbeeld doen? De, de bomen met bloesems tussen 0 en 20 die gaan we niet behandelen. De bomen tussen 20 en 40 bloesems, daar gaat enkel onze bovenste sectie aan. Dus. Een, uh Bomen met tussen het 40 en het 60 blussems gaat onze middelste sectie aan. Met meer dan 60 blussems gaat ook onze onderste sectie aan. Die toepassingsfactor die is uh, in procent uitgedrukt. Waarom? We hebben meerder, als je een spuit hebt en je spuit gaat gewoon aan-uit, is je uh, percentage waar losbaar. Maar als je bijvoorbeeld met een wortelsnijer gaat werken, is het wel degelijk de mogelijkheid om te zeggen van kijk, ik wil mijn wortelsnijer 20% in de grond laten gaan of 30% of 100% in de grond laten gaan. Dus zo kun jij gaan interpreteren hoe diep gaat mijn wortelsnijer nu in de grond. Vervolgens gaat onze taakkaart er dan als volgt uitzien en zo gaan we dan ook ons perceel behandelen. Hebt vragen over het gebruik van AgroManager? Als je in AgroManager zit of gewoon bij ons op de website ziet je de supportknop staan, daarmee kun je met ons gaan chatten. Uh, ja, we kunnen samen met u chatten, je kunt artikeltjes opzoeken, je kunt ons database bekijken van, kijk, van verschillende vragen. Dat is allemaal mogelijk. Wens je te starten met agromanager, dat is ook mogelijk. Ik zeg altijd, vraagt een van onze klanten wat ze ervan vinden. En we hebben momenteel al meer dan 200 klanten. Dus dat is, daar zijn we echt wel trots op. Om in mei vorig jaar gestart te zijn en nu al meer dan 200, dat is voor ons echt wel een hele prestatie. Daarmee, uh, weet je iemand bij u in de streek zijn, vraag het hem. Zijn ze tevreden, zijn ze niet tevreden? Dan weet je ook direct hoe dat agromanager werkt en wat dan zij ervan vinden. Als je nu wilt starten met Agromanager, dan moet je surfen naar onze website. Op onze website zit je rechtsbovenaan in het midden de knop staan probeer nu gratis. Als je daarop klikt, dan krijg je een invulformulier te zien. In dat invulformulier kunt je je gegevens achterladen, kunt uw naam invullen, bedrijfsnaam invullen, e-mailadres invullen, uw land selecteren, een telefoonnummer invullen, maar ook uw domeinnaam invullen. Uw domeinnaam is zoals eerder benoemd, uw naam waarop dat je je agromanager wilt gaan bezoeken. Als je die domeinnaam hebt ingesteld, dan kun je vervolgens klikken op de knop. Ik wil agromanager 14 dagen proberen. Op die moment gaat, u, gaat er een, een, een omgeving gegenereerd worden voor u. Gaat je ook mails krijgen van kijk de omgeving is klaar. En dan kun je 14 dagen lang alle modules in agromanager uittesten. Tijdens die 14 dagen nemen wij contact met u op of dan er vragen zijn of dat alles duidelijk is. En als je dan achter die 14 dagen testen vindt, van kijk, ik ben tevreden, agromanager is, is goed, dit is wat ik ervan verwacht, dan nemen wij terug opnieuw contact met u op en dan kunt u ons mededelen welke modules je al dan niet wilt starten. Zeg je van, ik wil nu starten met teeltspuitschrift oogst en later met iets anders, dat is geen probleem, dan contacteren wij u later terug of contacteert gij ons van kijk, ik wil graag starten met die modules. Dit was het voor ons. Dit was wat wij in grote lijnen vertelden op de introductiedagen. Hebt je nog vragen? kunt mij steeds mailen naar laurensagromanager.eu. Ook op onze website vindt je ons contactformulier terug en kunt je ook met ons beginnen chatten. Tussen kerstdag en nieuwjaar gaan wij wel veertien dagen gesloten zijn, omdat we zo dan de rest van het jaar nog meer tot uw dienst kunnen zijn. Want nu op deze moment is het op meeste fruitbedrijven toch nogal vrij rustig, dus uh, we gaan de eerste weken geen contact met u opnemen, maar na nieuwjaar gaan we contact met u opnemen. Hopelijk uh, is het allemaal wat duidelijk. Het is een hele brok informatie. Heb je vragen, bel mij, mail mij, chat met ons en wij helpen u verder. Bedankt en. Uh...